Zou goed zijn als het presidium er gewoon als vanouds opkomt voor het algemeen belang van de Kamer en dat er geen politiek op gebruikt. Nee, maar het zeker niet bewezen is dat zij niets gedaan heeft. Als de ogenblikken voor Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank, was net bezig met een persconferentie toen een vrouw op een tafel voor hem klom, gooide confetti over hem heen en schreeuwde beëindigde ECB-dictatuur. En hij heeft wel weer een geklonken voor Anton van der Sluis.